Kastanjas. Nou, 3-0 winst, eerste basisplaats en eerste doelpuntje. Kan niet beter. Nee, kan zeker niet beter. We hebben het in de eerste helft een beetje moeilijk gehad. Kansen te creëren. Ja, uit de corner, net voor rust, scoorden we. Niet een hele mooie, maar die tellen ook. Maar ik denk met de 3-0 mogen we heel blij zijn en geen tegengoal. Ja, je begint er zelf al over. Ik denk dat je in gedachten misschien wel een mooiere eerste goal voor Vitesse had gemaakt. Ja, zeker. Maar ja, deze tellen ook. Uiteindelijk, je komt 1-0 voor en dat is het allerbelangrijkste. En hoe die erin gaat, dat maakt niet uit, denk ik. Maar op het moment dat we de tweede bal wel hadden, en dat gebeurde best wel een aantal malen ook al in de eerste helft, waren we te slordig. Dus wat dat betreft was er wel wat irritatie bij mij. Ja, ik zag je veel aan de zijlijn staan in de eerste helft. Ja, want ik kan 3-4 momenten waarin we de bal zo inleverden. Ja, dat vind ik wel storend hoor. Ik denk dat je ook heel erg tevreden kan zijn over dat je hebt nu 3 andere jongens erin staan. Je wist van tevoren al dat je wat een ruimere selectie had, maar dat het dan ook zo opgevuld wordt. Ja, maar nogmaals, je weet dat je afgerekend wordt op de resultaten. En ik weet ook dat, stel dat we geen resultaten hier hadden gehad, dan waren het weer verkeerde keuzes geweest. Wij weten heel goed wat onze jongens kunnen. Zij weten heel goed wat ze kunnen. We weten dat de verhoudingen heel dicht, of dat ze in ieder geval heel dicht op elkaar liggen qua kwaliteit, niveau. Dus, en dat moet ook zo, want we hebben nog een behoorlijk aantal wedstrijden te gaan. Ja, want hoe is dat? Jij bent van nature natuurlijk spits, om als linksbuiten dan te moeten voetballen. Ja, dat is heel anders. Zoals ik zeg, ik moet er nog een beetje gevoel in krijgen van positie kiezen. Dat je aan de bal kan komen en daar moet ik nog echt gevoel in krijgen. Maar ja, dat is door spelen gebeurt dat, denk ik. Een compliment aan de jongens die dat hebben ingevuld. Nogmaals, ik heb ze ook aangegeven, dit seizoen meer dan vorig jaar moeten we het echt met meer mensen doen. En soms moet je de ego's even opzij zetten, want iedereen wil elke wedstrijd spelen. Maar niet iedereen of niemand kan 50 tot 55 wedstrijden spelen. Dat is onmogelijk. Vandaag staat iets zwaars te wachten op ons. En dat is een heel ander kaliber, met alle respect voor Excelsior. Dat is een heel ander kaliber wat vandaag op de mat stond. En dat zijn gewoon geslepen Italianen. Dat is verdedigen, dat is overtredingen maken, dat is uitlokken. Dat is echt op z'n Italiaans is dat gewoon. En daar moeten wij gewoon op de hoede zijn. En de kans die je krijgt, die moet je zeker benutten dan.